Wat ga jij vandaag doen? Zet springen. En hoe voel je je? Een beetje zenuwachtig, maar het gaat om plezier. Zo begonnen zij ook. Diederik, Michael, Tim en Ilene. Met knikkende knieën meedoen aan de Rabo Talentendag in Ermelo. Oh, het zijn allemaal hele belangrijke, goede mensen die naar me gaan kijken. En ik moet toch mijn best doen. En ja, ik was daar ook wel een soort van zenuwachtig voor, hoor. En nu staan ze er weer. Net terug van de Wereldruiterspelen, waar ze alle vier een medaille pakten. Allereerst natuurlijk fantastisch dat ik die medaille heb. Dat blijft nog steeds zo speciaal. Maar ja, het is zo mooi om te zien dat je dus dat het kan. En mooi ook van het plan, vind ik. Dat je dus begint als klein meisje. En dat je dan uiteindelijk mede ook dankzij de mogelijkheden die ik allemaal gehad heb via de Rabobank. Dat je dan uiteindelijk hier staat om dan weer het jongere talent te scouten en te begeleiden. Goeie balans, goede afstanden. Ja. Prima. Echt heel goed. Ilene, Tim, Michael en Diederik kwamen na de Rabo Talentendag terecht in het opleidingsprogramma van de KNHS, het Rabo Talentenplan. Ik weet wel dat ik aan alle dingen bij elkaar, ook vanuit het Rabobank Talentenplan, heel veel aan heb gehad. Vooral mediatraining, mentale ondersteuning natuurlijk. Dat is voor mij in mijn jeugd heel belangrijk geweest, want ik was altijd echt heel zenuwachtig. Dus dat is voor mij wel heel goed geweest en ik kan ook echt merken dat het de vruchten afgeworpen heeft van vorige week. Staalbezoeken die we toen nog tijd gedaan hebben. De fysieke trainingen, de mentale trainingen, noem maar op. Allemaal dingen die mij ondersteund hebben in wat ik nu ben. Twee keer sprong je wel door. Ze maten bezig zijn met het opbouwen van, met het kijken naar talenten, met het ondersteunen van talenten. Met het hele plan wordt steeds beter en daarmee heb je een structuur gebouwd die uiteindelijk in de top succes brengt. En een goede basis geeft altijd succes in de top.